vind het zo spannend. Hey, wacht even hoor. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag en ik moet over 2 uurtjes op school zijn. Dus ik dacht van laat ik eens een keertje vroeg opstaan. Nee, ik lieg, ik had geen keuze. Die mensen van de woningbouw zijn bezig met hameren en boren en ik word helemaal gek. Ik mag gewoon niet uitslapen vandaag, dus ik dacht weet je wat, laat ik maar gewoon opstaan. Zoals jullie kunnen zien is mijn haar nog steeds stijl. Ik heb mijn haar precies 1 week geleden gesteld. En het is eigenlijk nog steeds soort van... Nou, het is eigenlijk niet meer stijl. Alleen ben ik sinds 2 dagen geleden gestopt met tangen. Omdat het niet meer echt stijl wordt. Omdat het heel erg vettig is. Maar ik wil het niet opnieuw wassen en gelijk weer gaan feunen. Want ik ben gewoon heel erg bang dat ik mijn haar zwaar aan het beschadigen ben. Voor de mensen die mijn vorige vlog niet gezien hebben. Ik heb dus een soort van keratinebehandeling gedaan. Je hebt 2 vormen van keratine. Eentje waarbij je haar echt voor goed stijl blijft. Een vorm van relax en straight. Maar dat heb ik niet voor mijn haar gebruikt. Want anders zou het hier nu niet zo pluizig zijn. Ik heb die keratine gebruikt die... soort van voeding is voor je haar en dat je haar zachter wordt. Dus dat mijn krullen terug moeten komen, maar dat mijn haar gewoon wat zachter is. Dat het meer behandelbaar is dan dat het nu is. Want normaal gesproken moet ik echt conditioner zetten, wil ik mijn haar lekker kunnen uitkammen. En nu zal dat niet nodig moeten zijn. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik zat te denken om nu te gaan douchen en jullie... mee te nemen naar de douche. En... oh, ik vind het zo spannend. Ik ben zo bang dat mijn krullen niet terugkomen. Echt waar. Mijn kapper Timothy. Als mijn krullen niet terugkomen, heb je echt een probleem. Ik zeg jou, als mijn krullen niet terugkomen, hoop ik dat je een hele goede advocaat hebt. Ik ga nu mijn haar wassen en dan neem ik jullie bij mee. Oké, daar gaan we dan. Oh. Oké. Hey, wacht even hoor. Okay. I see you, girls. I see you. Woo. Misschien moet ik even shampoo zetten. En dat ze dan wel terugkomen. Like some school and lunch, your boots. Pretty untouchable, yeah. You don't want yourself to know, yeah. Nou, ik kom uit de douche.
En ik ga even mijn gezicht eerst schoonmaken aan deze puisten hier. Heel erg heftig. Nou, ik heb net al schoongemaakt, maar ik doe nu eventjes mijn dagcreme op. En dat is de Mary Kay Advanced Moisture Renewal. Ik ga hier binnenkort ook een video over maken. Want ik gebruik deze nu al, volgens mij 4 maanden. En het is echt een fijn product. Dus ik denk dat ik daar een filmpje over ga maken. Want ik ben niet iemand, omdat ik iets ontvang, dat ik daar gelijk een filmpje over ga maken. Want dat vind ik raar. Ik vind dat echt raar als je gezichtsproducten krijgt en dat je daar gelijk een video over gaat maken. Kijk, je kan natuurlijk wel zeggen hoe de crème is en hoe het smeert en hoe de textuur is en hoe het ruikt. Dat kan natuurlijk wel, maar je hebt het niet eens een maand gebruikt en je bent er nu al over te spreken. Dat is echt raar. Dat is mijn mening. Ja, ik zal mijn haar laten zien. En mijn krullen zijn gewoon teruggekomen. Dus Timothy, je hoeft je geen zorgen te maken. En mijn krullen zijn veel... Je kan zeggen dat ik van een 3B naar een 3C ben gegaan. Want mijn krullen zijn echt... Ah, zo mooi. Ik heb niet eens iets van mijn haar gebruikt. Behalve conditioner en shampoo. En look how... soft them curls are. Good. Ik ga me nu snel aankleden en dan laat ik jullie mijn outfit zien. En dan ga ik naar school, want ik was 2 uur te vroeg. En toch ga je zien dat ik nu alsnog te laat ben. Nou, inmiddels ben ik aangekleed. Heb ik gauw wat aangedaan. Ik ben op dit moment heel erg laat. Ik moet over 6 minuten in de bus zitten, dus ik ga jullie zo zien. Nou, inmiddels ben ik al van school. Ik ben heel erg blij met mijn haar. Het is totaal niet verpest. Ik heb alleen nu niet heel veel moeite gedaan om het goed in model te zetten. Want ik had maar 15 minuten. Maar ja. Ik kan niet zeggen dat ik geen krullen heb. Dus. Maar wat ik wel altijd zo vervelend vind. Wanneer ik mijn haar stel, knip ik het altijd. En nu zie je wel dat het weer gelijk verkorter is. Maar wel veel voller. En ik vind volume belangrijker dan lengte. Maar goed. In ieder geval, ik zit hier omdat mijn moeder naar Amerika was geweest. En ze had heel veel leuke spulletjes voor me meegenomen. En die wou ik aan jullie laten zien. Dus om mee te beginnen ga ik gewoon beginnen met food. Zij heeft 2 pakken mac and cheese voor me meegenomen. Want met de feestdagen wil ik dit gewoon heel graag eten. Heb ik toch nog een beetje Amerika vibe heb ik dan. En ze heeft of course mijn aunt Jemima pannenkoekenmix voor me meegenomen. Heerlijk. En de bijpassende stroop. En ik heb mijn oude eventjes bijgepakt. Deze is veel groter. Deze heeft nog zelfs zo'n karaftachtige handvat. Deze was 355 milliliter en deze is 710 milliliter. Dus eigenlijk heb ik 2. Lekker dik worden. En ze heeft ook spulletjes voor de wc van me gehaald. Deze Glade spray. Dit is een luchtverfrisser. En dit is ook een luchtverfrisser, maar dit is eentje die... Even ruiken. Hey, ik zeg je eerlijk, dit is gewoon parfum. Ik zal dit gewoon over me heen sprayen. Het ruikt echt lekker. Wacht. Dit ruikt gewoon echt naar een parfum. Serieus. Dit is Cashmere Woods. Hey. Misschien dat ze dit toevallig bij een Action of een kruidvat hebben. Maar dit ruikt hoppiespang. Ik weet... Hé, hey, deze geur komt me zo bekend voor. Nee, wacht nog 1 keer. Nee, wacht even goed spuiten.
Nee, het is wel een mannengeur. Het is een hele kruidige, lekkere geur. Dit is echt... Thanks, ma. Dit is echt lekker. Dit is weer wat anders dan die lavendel en die andere toestanden. Dit is echt lekker. En ze heeft voor mijn haar deze twee gel flacons voor me meegenomen. De Mokko, de Gorilla Hair Snot Gel. Die gebruik ik eigenlijk altijd voor mijn edges, maar die heb ik nu niet geplakt. Die heb ik nu niet geplakt, dus ik laat het jullie niet zien. Maar in ieder geval, dit is echt live. Ik zeg je, je gaat eruit, je sport, je edges blijven gewoon on fleek. Deze. En even kijken wat is nog meer van meegenomen. Oh, deze twee. Dit ken ik niet. Dit zijn Icebreaker Sours. Mintjes. Altijd fijn om in je tas te hebben. En als laatste nog make-upjes. Ze heeft zo een set voor me gekocht met kwasten. Ik vroeg haar eigenlijk om kwasten voor me te kopen. En dan koopt zij altijd ook haar eigen ding. Is wel heel lief hoor. Dat zijn dus deze. De 10 Pieces Burst Collection Glamorous. Heel erg lief. Met heel veel verschillende soorten kwastjes. En als laatste zijn we bij de spulletjes die ik er gevraagd heb om voor me te halen. Dat is deze concealer van Milani. Of nee, ik zeg het verkeerd. Ik bedoel, deze vloeibare foundation gebruik ik altijd. Want dit is een foundation plus concealer in one. Dus dit is heel erg fijn. Heel erg dekkend. Maar ik heb nu best wel veel puisten. Dus ik heb maar besloten om geen make-up op te doen. En heb ik maar gewoon wimpers opgeplakt. En straks wil ik mijn Morphe palette gaan proberen. Want ik wil wel een beetje oogschaduw opdoen. Dus dat ga ik wel doen. En die ga ik uittesten met deze nieuwe kwastenset die ik ook van mijn moeder heb gekregen. Daar ben ik heel erg blij mee. Hier ga ik heel veel plezier van hebben. En mijn moeder heeft trouwens deze, ik had haar deze helemaal niet gevraagd. Deze heeft ze gewoon voor me meegenomen. En dit is de medium size sculpting brush. Dit is dus als ik het goed heb om te contouren. Dus hartstikke bedankt lieve mama. En ik ben hier heel erg blij mee met alle spulletjes. Heel erg blij mee. En nu ga ik... Hoe laat is het? Het is nu 4 uur. Cyrano is over een uurtje klaar. Willen we gaan eten ergens? Want Cyrano heeft wat te vieren. Want hij... Dan mag hij zelf vertellen waarom we iets te vieren hebben. Is wel leuk. En daarna weet ik niet wat we gaan doen. Denk wel een drankje doen. Want dat, we hebben wel echt. We moeten wel even met een drankje iets gaan vieren. En daarna is deze vlog voorbij. Maar voor nu gaan we nog lekker door. Hey, misschien moet ik vaker de gordijnen dicht doen. Want de belichting is veel beter. En I like my hair. Oh ja, en mensen, dat wou ik nog even zeggen. Er zijn dus een paar mensen die vinden dat ik iets met mijn lip doe. Ik zeg je eerlijk, ik weet niet wanneer ik dat doe. Ik doe dat niet met opzet. Ik wil niet lippen forceren of ik weet niet, want ik heb gewoon lip. Ik hoef niet iets te forceren, want ik heb gewoon lip. Misschien doe ik een beetje extra, maar ik zeg jullie, ik ben best wel extra. Dus... Dat is denk ik gewoon hoe ik ben. Dat kan ik niet veranderen. Ik doe dingen niet met opzet om dingen te forceren of wat dan ook. Irriteert het jou? Spijt dat mij echt oprecht, maar dat is gewoon echt wie ik ben. Dus als ik eventjes mezelf, wanneer ik even zo doe. Is dat gewoon omdat ik me voel. Ik voel mezelf gewoon. Je kent dat liedje wel van Beyoncé. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling myself. I'm feeling myself. Is gewoon, dat voel ik gewoon op dat moment. Dus, ja. Doen jullie niet zo onaardig gewoon. Want ik ben hartstikke aardig. Ik ben gewoon aardig. You know? You know? You know? Oké. Okay. Nou, ik ben ready om weg te gaan.
Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, want het is best wel donker. Ik heb overnieuw laarzen aan van de Zara. Broek van de Topshop, maar daar zie je eigenlijk niets van. Deze kooltrui van de Zara. Jas van de Zara en tas van Louis. En, oh, zo zie je die trui veel beter. Shitje. Mijn nieuwe Morphe palette is in ieder geval echt top, 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 top. De pigment van de oogschaduw is gewoon echt perfect. De Real Technique kwasten zijn ook echt perfect. Maar ik ben zelf gewoon hartstikke bagger met mijn techniek. Daar moet ik gewoon heel hard mee gaan oefenen. En als ik dat kan, dan kan ik hier echt gevaarlijke creaties mee gaan maken. En ik wil nog wel heel erg graag een Christmas look gaan maken. Dus ik moet echt meer tutorials gaan kijken. Maar goed, in ieder geval, ik moet nu weggaan. Want Cyrano is zo klaar. En nou goed, in ieder geval, ik neem jullie gezellig mee naar buiten. Ja, ik zat te denken hier. Ja, maar is te ver. Ja, we zijn sowieso niet. Nee, maar gewoon nu, gewoon eventjes. Ja, we zaten eventjes een plekje te zoeken waar we de camera konden plaatsen als we in de auto zaten. Want voor het eerst vloggen we nu in de auto. En baby boo, tell my subscribers. Cyrano zijn manager staat achter, dus hij schaamt zich. But I don't care! Hij kan dit toch ook zien? Oh, wacht even. Maar in ieder geval, vertel eventjes waarom wij iets te vieren hebben vandaag. Kom op, volle borst. Mijn eindbeoordelingsgesprek gehad. Ja. En van mijn teamleider. Dat was mijn eerste. Want ik ben sinds wanneer? Sinds juni ben ik in dienst gekomen. En je kan een matig scoren, een goed of een zeer goed. Afhankelijk van je taken naast je normale werk, zeg maar. En Sissy had dat zeer goed! Ik had zeer goed, inderdaad. Dus dan maak je promotie in je salaris, zeg maar. En de bonus die ze uitkeren. Dus dat was al een pluspuntje. En daarbovenop heb ik nog promotie gekregen. En ben ik naar de tweede functie, zeg maar, functie omhoog gegaan. Dat is onder de specialisten. Achtige functie, zeg maar. Yeah! Dat is wel een promotie toch? Interessant. Waar gaan wij eten, boe? Ik weet niet. Ik wil wel naar Jumanji. Oh ja, die film is met hè? Kevin Hart. Hoe laat draait hij? Weet ik niet. Kijk even hoe laat hij draait. Dan. Goed is, dus kunnen we die van Belmer pakken. Poortje. Ja. Kunnen we. Amstelveen eten? Is dat lekker daar? Wat wil je daar eten? Vlees. Ja, we gaan vlees eten, ja. En daarna gaan we gezellig naar de Wille. Buenos Aires, kunnen we kijken? Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires, maar daar zijn we al geweest. Oh ja, ben ik al met je geweest. Maar die nachos waren lekker, hè? Ja. Ja, het is nepsocose daar. En ik heb burgers voor je. Cyrano is verdrietig omdat hij over de stoep heeft gereden. Stoepje. Hij was laatst heel erg boos dat ik over de langste stoep reed. No, dat is anders, Kimberly. Anyways. Oh, sorry. Zie je? Je bent gewoon agressief. Zie je agressief is? Dus... Nou, uiteindelijk zijn we bijna. You're gone. Heb je gepufft? Dat zei ik net al tegen jou. Kaartes, niet zo gewoon doen alsof jij nee, gepufft. Ik weet het, ja. In ieder geval hebben we ervoor gekozen. Oh, die buis hier is real. Hebben we ervoor gekozen om naar de havenkom toe te gaan. Die zit in Almere Haven en daar heb je allemaal gezellige restaurantjes. Dus gaan we eventjes eentje uitkiezen. Ik weet nog niet welke, maar we zijn in ieder geval in Almere Haven. Het is overdekt waar we gaan lopen, anders kunnen we liever nu kijken. Het is niet overdekt. We doen toch liever nu kijken waar we gaan eten? Dat gaan we nu gelijk doen. Ja, dat zeg ik. We gaan in de regen lopen, is niet namelijk toch. Maar ik heb heel erg honger, dus we gaan lekker uit. Oh,
vond jij Treasure? Oh, het was aangenaam om te compenseren hoor. Nee, wacht. Ja. Nee, dat was wel lekker man. Ja? Ja, dat was wel lekker. Die à la carte en all you can eat. Maar die à la carte was niet zo speciaal. Dus die all you can eat was beter man. Ja, inderdaad. Grotere stukjes en zo. Het was zo lekker. Treasure zit dus zeg maar in de havenkom. Really? Ja. Kale, je ziet me anders niet. Oh. Glow in the dark dappertje. Alle twee hoor, hallo. Thank you. Je denkt dat ik ben lightskin, maar ik ben niet zo lightskin. Maar in ieder geval, Treasure is dus zeg maar een soort van, voor de mensen die in Almere wonen, ja, het is eigenlijk een soort van sumo, sake, maar veel luxer. Veel luxer. Het is misschien 5 euro duurder dan normaal gesproken. Het kost volgens mij €32,50. En dan kan je echt onbeperkt eten. Je mag maar... En normaal gesproken zijn die sushi'tjes zo groot. En nu zijn ze echt zo groot. En ik had nummertje 250 genomen, volgens mij. Gewoon rijden, toch? En dat, ja. Dat was stoofvlees in een currysaus. En die heb ik zeker wel 2 keer genomen, die portie. Het was zo lekker. Echt niet te doen. Gewoon te lekker gewoon. Draag je gordeltje. En... Ik wil geen gordel. Toetje was ook echt heel lekker. Ik had een... eigenlijk wou ik cheesecake, maar Cyrano had... Hey, jok niet. Macaron. Moet eerlijk zijn. Cyrano had macaron met ijs voor me genomen, maar het was echt heel lekker. Moet, het was maar echt... eerlijk niet. Cyrano is geweest. Moet maar eerlijk, moet. Eerlijk zijn. Kijk je bek. Ik wil de mensen kijk je even... Bek. Wat af aankomen? Zet die tom-tom. Nee, we kwamen van die kant. Nee, we kwamen niet van die kant. Is dat niet? Oh, we kwamen inderdaad van die kant. Jeetje man. Maar ja, ieder, zet even de tom-tom dan. Nee, ik ben tom-tom. Nee, we kwamen niet van deze kant. Huh? Zie je? Jawel. Nee. Nee, hier wonen mensen. We komen niet van hier. Ik wilde je naar je nieuwe huis brengen, maar ja, dan niet hoor. Nou ja, in ieder geval... kort gezegd, het was echt heel erg lekker. We hebben nu een klein beetje haast, want we moeten naar de Mediamarkt toe. Nou, zo ziet het er niet uit op mensen. Inderdaad. Dan gaan we nu naar de Mediamarkt, want ik moet een geheugenkaart kopen. En ik wou ook heel graag ringlampen kopen. Maar ik weet niet of ik dat nu ga doen. Want we hebben nog maar 30 minuten. En die mensen gaan zeker gehaast doen. Dus ik kijk wel. Hoe lang heb je nodig voor ringlampen? Want ik niet weet welke. Ik moet me laten adviseren. Als we klaar zijn, check ik weer bij jullie in. Nou, en toen was ik weer thuis. Het is een hele andere dag. Tijdens het editen was ik achtergekomen dat ik deze vlog nooit heb afgesloten. Dus dat wil ik bij deze alsnog doen. Maar... ik heb nog wel een mededeling. Sinds kort hebben Cyrano en ik een gezamenlijk kanaal. Het zou me echt super leuk lijken als jullie je ook op dat kanaal zullen abonneren. Ik laat in de beschrijving een linkje van ons kanaal achter. Er staat al 1 video op. Ik wil deze week nog die andere video online gooien. Zodat jullie daar ook meer van kunnen zien. En voor nu ga ik echt de video afsluiten. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog achter te laten. En dan zie ik jou de volgende keer weer.